Verantwoord omgaan met water. Niet alleen van belang bij grote droogte zoals bij ons, maar ook bij zware regenval zoals hier in Canada. Waar de chauffeur van dit busje denkt even lekker wat argeloze voetgangers te trakteren op één douche. En dat doet hij niet één keer zoals hier en ook niet twee keer zoals hier. Maar liefst drie keer. En ja, waarom is dat onverantwoord? Nou ja, je komt er ogenschijnlijk makkelijk mee weg als chauffeur. Behalve als de dashcam het bedrijfslogo filmt. En de video viraal gaat. Waardoor de medewerker het lachen alsnog is vergaan. Want de man is ontslagen. Beetje jammer. En ja, dan moet je als ontslagen medewerker hopen dat je wel zo verstandig bent geweest een buffer op te bouwen om de terugval in inkomen op te vangen. Ja, dat zal voor een Tom Dumoulin geen probleem zijn. Hè? Die fietsen de afgelopen tour ruim 2 ton prijzen geld bij elkaar. Kost wat inspanning, maar dan heb je nou ook wat. Maar de gemiddelde Nederlander echter, die heeft niet zoveel cash achter de hand. Becijferde de Rabobank. Europees gezien zitten we zelfs in de achterhoede qua spaargeld op de rekening. Gemiddeld heeft de Nederlander 22.000 euro achter de hand. Een vijfde van de Nederlanders zelfs helemaal niets, maar ja, waar wel een overwaarde van een huis of een flink gevulde pensioenpot tegenover staat. Maar ja, daar heb je gewoon niet zo heel veel aan als de wasmachine stuk gaat. Dus advies van de Rabobank, gratis en voor niets. Probeer wat over te houden aan het einde van de maand. In vakantietijd natuurlijk nog moeilijker dan anders, want ja, dan willen we het wel even breed laten hangen. Vandaag helemaal, zo leek het, want met 233.000 passagiers was het de drukste dag van het jaar op Schiphol. Sterker nog, de drukste dag ooit. We zetten natuurlijk alles op alles en dat doen we niet alleen. Dat doen luchtvaartmaatschappijen, dat doet de Koninklijke Marche Zee. Het is een soort radarwerk waarbij we allemaal goed moeten samenwerken. En die samenwerking verliep vandaag succesvol. De dag verliep zonder noemenswaardige problemen. Het enige jammer is misschien nog wel dat er dankzij die soepele samenwerking dus ook een record aantal mensen in staat gesteld werden een flink stukje CO2 uit te stoten. Oftewel de planeet te vervuilen. Ja, of draaf ik nu door. Maar goed, ja, voor bepaalde neveneffecten moet je in ieder geval blind zijn. Dat vinden ze in ieder geval bij Amazon. De online retailer wordt daar kennelijk nog wel eens op aangekeken. Dat ze de ouderwetse winkelier eruit concurreren. Maar zij zeggen, joh, dat is niet ons probleem. Wij moeten ons focussen op ons eigen ding. En laat die winkeliers het lekker uitzoeken. Dat moeten ze zelf maar zien. Ja, ze doen het wel fantastisch natuurlijk. Hè, gezien de eigen beurswaarde en de winstcijfers. Maar ronduit beroerd. Als je de gemiddelde medewerker mag geloven. The Guardian dook er nog maar eens in. En kwam tot de conclusie dat medewerkers, ja, ik zou bijna zeggen, als slaven behandeld worden. Er is veel te hoge werkdruk en veel te weinig aandacht voor veiligheid. En als je dan gewond raakt, dan mag je het ook nog eens een keer zelf uitzoeken. Oftewel, er wordt een behoorlijk treurig beeld geschept. En Amazon lijkt lang niet het enige bedrijf te zijn waar hard gewerkt moet worden voor weinig. Daar gaat dan ogenschijnlijk toch wat mis. Gaat er dan ook nog wel eens een keer wat goed? Zeker wel, want op die drukste dag ooit op Schiphol wordt elders medegedeeld dat Europa in staat denkt te zijn nog meer CO2-uitstoot te reduceren dan verwacht. En nu zitten daar vast wel wat haken en ogen aan, maar het is in ieder geval een positief geluid, dacht ik zo. En het feel-good verhaal van de dag komt uit Silicon Valley, waar eerder de droom van deze David Castares in rook opging. Hij kwam uit Texas met zijn diploma en zijn spaargeld om een succesvolle start-up uit de grond te stampen. Dat liep niet en zijn bankrekening liep leeg, dus raakte hij dakloos. Dan maar met hangende pootjes terug naar Texas? Dacht het niet. I wanted to be in the Bay Area with all the other tech companies. If you want to compete, you know, play with the, you know, the big dogs, you know, you got to come out here. And you know, I was like, you know what? Let me try, you know, something to stand out. En dat deed hij, letterlijk. Met dit bord ging hij langs de weg staan, wilde geen geld aannemen, maar wel cv's uitdelen. Daarmee ging hij viraal op Twitter. En nu stromen de aanbiedingen binnen voor banen bij onder andere Google en Netflix. Dus het gaat waarschijnlijk goed komen met deze jongen. Keep your eyes on the prize and go for it, zoals men wel eens placht te zeggen in de States. Het werkt dus wel. Tot zover deze Z60. Tot later.